Dit is de TempoFresh Fresh Brew koffieautomaat. Om lang plezier te houden van je automaat is het belangrijk om hem dagelijks goed te onderhouden. Ik neem je mee in de stappen van het dagelijks onderhoud. Allereerst open je met de sleutel de deur van de automaat. Open de klep van de automaat boven de ingrediëntcontainers. Vervolgens kun je de deksels van de containers afnemen en zodoende de ingrediënten bovenaf bijvullen. Als je de ingrediënten hebt bijgevuld, kun je de deksels weer terugplaatsen op de containers. Vervolgens kun je de klep boven de containers weer sluiten. Nu kun je het waterbakje en de afvalbak uit de automaat halen. Dit doe je door de uitgiftearm omhoog te houden, terwijl je de afvalbak uit de automaat haalt. Haal vervolgens de lekbak uit de automaat. Reinig de lekbak, de afvalbak en de waterbak met warm water en maak deze goed droog. Plaats vervolgens alle bakken in omgekeerde volgorde terug in de automaat. Nu doe je de uitgiftearm weer naar beneden en plaats je de uitgifteslang van de koffie weer terug op de uitgiftearm. We gaan nu de automaat doorspoelen. Druk hiervoor op de knop aan de binnenzijde van de deur met de emmer en het dweltje. Sluit de deur van de automaat. Plaats een spoelbak onder het uitgiftepunt van de automaat. Druk op de knop naast het vinkje en de reiniging zal starten. Dit zal enkele minuten duren. Als het reinigen is voltooid, leeg je de spoelbak. Reinig daarna de voorkant van de automaat met een vochtige doek. Reinig ten slotte het bekertreefje van de automaat. Deze kun je eraf halen en schoonmaken met warm water. Als je dit gedaan hebt, maak je deze weer goed droog en plaats je deze terug op de automaat. De dagelijkse reiniging is nu voltooid en jij kunt weer genieten van een heerlijke kop koffie.